Serene rust bij loonbedrijf Weco de Hondsrug in Borger. Net als bij andere loonbedrijven gooit de lange winter roet in het eten. Je hebt ze wel rondlopen, maar wat doen ze nou dan? Niet al te veel momenteel. Nee, we kunnen wat onderhoudswerkzaamheden doen in deze tijd. En op een gegeven moment, als we daar helemaal mee bij zijn, is het gewoon een kwestie van vrije tijd. Tijd opmaken naar huis. Klanten die het loonbedrijf bellen, krijgen nul op request. Nee. Dan heb je pech. We zullen wel een aantal dagen op moeten schuiven, want met deze weersomstandigheden dan wil het gewoon niet. Het is te nat. Sneeuw, vorst, opdooi hebben we mee te maken. De bovenste laag, dit is gewoon net pap. Dan rijden we alleen maar schade, structuurschade. Dat kan niet momenteel. Wat de mannen echt pijn doet, is dat ze hun paradepaardje voorlopig nog op stal moeten houden. We hebben een nieuwe maaisaaier aangeschaft, een achtrijige maaisaaier. De trekker die ervoor zit, die is voorzien van GPS-RTK-besturing. Dus dat houdt daadwerkelijk in dat de machinist die erop zit eigenlijk niet meer aan het stuur hoeft te komen. En nou heb je zoiets moois en dan mag je er niet meer werken? Nee, we moeten geduld hebben. Geduld is een schone zaak in deze. Maar als het lente wordt, moeten ze er vol in om de verloren tijd in te halen. Toch aan de dakmaker vrijgesteld. Dus we hoeven 24 uur per dag eruit te vragen. 7 dagen in de week. Bam. Maar voorlopig zijn de weerberichten niet al te positief. Nee, helaas niet. We hopen daarom gauw beter weer. Dan kunnen wij vol goede moed naar buiten. Kunnen we aan de slag.